We brengen een bezoek aan het oude plaatsje Alba la Romaine, dat is gesitueerd aan de rand van het massief van Quaron. In het prominente kasteel van Alba, dat dateert uit de 11e en 17e eeuw, is een expositie te bewonderen die bestaat uit diverse stijlen. Je ziet er oude authentieke meubelen, schilderijen en muurschilderingen, maar ook uiterst moderne kunstvormen. Het is erg leuk om door een doolhof van straatjes te lopen met even zoveel doorkijkjes. Sinds 1903 is Alba een archeologische schatrijke. Aan de voet van het dorp werden tussen de wijngaarden resten gevonden van een Romeins theater. De opgravingen beslaan momenteel 30 hectare en tonen het theater dat ooit plaats bood aan 3000 toeschouwers. In de zomermaanden vinden in een deel van het oude theater muziekfestivals plaats. En het staat dan vol met moderne apparatuur en attributen.